Nikki Haley, net 52 jaar oud, de dochter van hoogopgeleide immigranten uit India. Het waren Sikhs uit Punjab die via Canada in de Verenigde Staten belanden. In South Carolina, een zuidelijke en dus overwegend conservatieve staat, waar de kloof tussen blanke en zwarte Amerikanen nog altijd diep en breed is. Haley zet zichzelf daartussen of daarbuiten. The railroad tracks divided the town by race. I was the proud daughter of Indian immigrants. Not black, not white. I was different. Maar de herinnering aan de Amerikaanse burgeroorlog sluimert in South Carolina nog altijd voort. Je ziet er nog dikwijls de vlag van de Zuidelijke Confederatie wapperen. De vlag van de staten die slavernij wilden behouden. Een vlag met een imago van racisme. Toen Nikki Haley gouverneur was van South Carolina, liet ze die weghalen. The Confederate flag is coming off the grounds of the South Carolina State House. Dat was 8 jaar geleden. Vandaag gaat Haley de kwestie slavernij liever uit de weg. What was the cause of the United States Civil War? Een vraag uit het publiek op een van haar campagneoptredens in New Hampshire. Die had ze niet zien komen. Well, don't come with an easy question or anything. I mean, I think the cause of the Civil War was basically how government was going to run. Haley begint een lange uitleg over de rol van de overheid, maar zonder het S-woord te noemen. In the year 2023, it's astonishing to me that you answer that question without mentioning the word slavery. What do you want me to say about slavery? Altijd als de dood om conservatieve kiezers voor het hoofd te stoten. En zelf ook overtuigd conservatief. Voor een strakke begroting en tegen groene regelgeving. We'll make sure that we get the EPA out of the way. We'll speed up the permitting. We'll allow the Keystone Pipeline. En ook al is ze zelf de dochter van immigranten, ze wil een vuist maken tegen ongeregelde immigratie. Instead of catch and release, we'll go to catch and deport. You gotta send them back. We will close the border. Op heel wat punten zit Haley dus op de lijn van haar tegenstander Donald Trump. Ten slotte heeft ze ook voor hem gewerkt. 2 jaar lang was ze zijn ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat maakte haar vertrouwd met internationale thema's. En wat dat betreft verschilt ze wel van Trump. I don't think we should put troops on the ground in Ukraine. And they don't want them. They want to be able to win this war on their own. But I believe we should give them the equipment and ammunition to win. Kan Nikki Haley Donald Trump nog de pas afsnijden? Zij zelf denkt van wel. Dat de race nu al gelopen zou zijn, vindt ze veel te voorbarig als conclusie. America doesn't do coronations. He had 56.000 votes out of 3 million in Iowa. That's less than 1.5% of one state. The people want a choice. We're going to give them that.